Vitesse heeft het bekerduel tegen Ode 59 met 4-0 gewonnen. Door de overwinning zitten de Arnhemmers bij de laatste 16 van de beker. Maar als doelstelling om de volgende ronde te halen en die hebben we gehaald. Dus dat is, als je kijkt naar het resultaat is dat mooi. Ik vond dat we met name de eerste helft dat wij redelijk snel, maar in ieder geval binnen een half uur, dat we op een redelijk riante voorsprong stonden. En dat is uiteindelijk goed voor ons. Hè? Want uiteindelijk, dat wil je graag. Hè? Want tegen een goed georganiseerd Odin wil je graag snel scoren. Nou, dat deden we. En uiteindelijk loop je dan wel uit naar 4-0. Ja, en de tweede helft vond ik slecht. The trainer told me yesterday, I think, maybe 2 days ago. I already know, I think, 1 week before that I can play because a lot of games now, I think 17 around in the league, and now it's second round in the cup. So I look forward for this match because I play only, this was the second match for me. And then you made your first goal also today. Yeah, but I had also already before this goal, I had one chance. But a lot of Duxi because he make me block, so half goals is for his, and the second half is for me. So I'm so happy that I score because for me it's important. A win tonight, but also a clean sheet. It's also good for a defender. Yeah, agree because every clean sheet is most important for the team. Merk je dat het leeft in de groep, het bekerverhaal, het bekertoernooi? Nou, we hebben het wel nogmaals groot gemaakt. Wij groot gemaakt in die zin van dat wij we hebben er één keer aan mogen ruiken dat wij dat mooie dennenappeltje hebben gewonnen. Ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Dus zo simpel is het ook. Dus het leeft wel.